Ruim een jaar geleden hadden nog maar weinig mensen gehoord van Femke Pluijm. Maar dat is inmiddels wel anders. De 21-jarige atlete uit Gouda gaat Nederland dit jaar vertegenwoordigen op de Olympische Spelen bij het polstok hoogspringen. De spelenlimiet werd bekend en was 4,50. Toen sprong ik al 4,47, dus toen dacht ik 3 centimeter. Dat is dit. Toen dacht ik, ja, dat had ik toen ook al wel kunnen halen. Dus toen wist ik eigenlijk wel dat ik het sowieso in me had. En toen kwam het er ook heel snel uit. Toen sprong ik vorige zomer al 4,50 en dat geeft wel heel veel rust richting de Zweden. Het is eigenlijk een verrassing voor je dat die limiet zo relatief laag is. Ja, ergens wel. Ik had wel wat hoger verwacht. Want nu gaan wel relatief veel mensen de limiet springen. Dus zal een grote groep in de kwalificatie staan. Maar goed, ergens ja, een unieke kans lijkt mij om naar de Spelen te gaan. Om ervaring op te doen richting Tokio. Want zo reëel is Pluijm wel. Ze had namelijk niet verwacht al naar de Olympische Spelen van Rio de Janeiro te kunnen. En richt haar pijlen volledig op 2020. En dat doet ze overigens nog steeds. Want haar piekmoment dit jaar is opvallend genoeg niet de Olympische Spelen. Maar het EK Atletiek, een maand eerder. EK eigen land. Dat is een unieke kans. Ik bedoel, dat komt nooit meer voor. En de Spelen gebeuren ook niet elk jaar. Maar ja, eigen land, daar moet je dan wel voor gaan. En op de Spelen ben ik nog iets minder hoog geplaatst. Dus ik denk dat ik nu beter kan gaan voor het EK en op de Spelen meer kan gaan voor de ervaring. En als ik dan in Tokio 2020, dan zal de piek sowieso op de Spelen liggen. Neem niet weg dat Pluijm een stormachtige ontwikkeling doormaakt. Ze heeft het Nederlands record in handen. En dat voor iemand die pas sinds een paar jaar aan polstok hoogspringen doet. Nog niet zo lang geleden was Pluijm namelijk turnster. Met nieuwe, langere polstokken en veel trainingsuren verwacht ze op korte termijn nog veel hoger te kunnen springen. Ja, ik ben denk ik veel sterker geworden en sneller, maar ook gewoon polstok technisch wel iets beter. Voorheen was ik altijd meer een soort stuntpiloot aan een stok en nu lijkt het op polstok hoogspringen. Beetje. De komende 2 maanden staan voor Pluijm in het teken van trainen. Trainen, trainen en nog eens trainen. Bij club AAV 36 in Alphen aan de Rijn, op Papendal en tijdens lange trainingskampen in Frankrijk en Zuid-Afrika. Om vervolgens komende zomer te vlammen. Op het EK wil ik sowieso gaan voor finale plaats. Ik denk dat dat er sowieso wel in zit. En doordat je in thuisland springt, krijg je altijd wat meer adrenaline. Iedereen klapt voor je en iedereen is sowieso voor jou. En op de Spelen zou een finale plaats heel erg goed zijn. Ik denk ook dat ik het kan. Of het lukt is het tweede, maar ik denk dat ik door het EK heel veel ervaring op heb gedaan in het toernooi. En dat als ik dat meeneem naar Rio, dat ik dan hoog eindigen.